Follow the money. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe video hier op het Wie is de Mol 2019 kanaal. Vandaag gaan we een video maken over Follow the Money. We gaan de afgelopen 3 afleveringen van Wie is de Mol 2019 terugbekijken. En gaan we gewoon puur kijken naar wie er het minste geld verdient. Want ja, volgens de theorie moet degene die het minste geld verdient de mol zijn. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar volgens de theorie. Volgens mij was dit genoeg info die je moest weten. We gaan beginnen met aflevering 1 en gaan kijken dus wie daar het minste geld verdiende. In opdracht 1, overbruggen, moeten kandidaten 15 kisten uit het water zien te tillen. In 10 van deze kisten zitten vrijstellingen. Hoe meer kisten jullie de brug op weten te tillen, des te groter de kans dat jullie allemaal een vrijstelling verdienen. En dus worden de kisten met man en macht uit het water getrokken. Aan het einde van de opdracht blijkt er op een gegeven moment een voorstel te zijn. Leveren jullie de vrijstellingen in, dan krijg je 2500 euro voor de pot. De meerderheid van de groep beslist echter dat ze voor de vrijstellingen gaan en dus wordt er 0 euro verdiend met de eerste opdracht. In opdracht 2, inzicht, moeten de kandidaten gaan dansen met een danspartner. Dan moeten ze weer verzamelen als groep en daarna moeten ze maar weer eens achterhalen wie hun danspartner nou daadwerkelijk was. Dit gaat helemaal goed en zo verdient de pot 1000 euro en krijgt dus iedere kandidaat 100 euro omdat ze het allemaal goed hadden. In opdracht 3, rondje om de kerk, moeten de kandidaten in groepsverband op bepaalde plekken staan. Alleen dan mogen ze de enveloppen pakken en kunnen ze geld verdienen. Per toeval krijgen Niels, Nicky en Rick Paul het voor elkaar om geld te verdienen, terwijl ze eigenlijk geen idee hebben wat ze aan het doen zijn bij deze opdracht. Dit bedrag bedraagt 300 euro en zo krijgen Niels, Nicky en Rick Paul dus ieder 100 euro op hun naam te staan. Zo maken we even de balans op na de eerste aflevering en zien we dat Nicky, Rick Paul en Niels natuurlijk het beste scoren omdat zij het meeste geld verdienen. En de rest wordt net even iets meer verdacht hierdoor. Dan gaan we kijken naar de tweede aflevering waar ook best wel veel opmerkelijke dingen gebeurden omtrent het geld natuurlijk. Want er blijven een aantal kandidaten zitten waardoor er dus geld uit de pot ging, maar er werd ook wat geld verdiend. De eerste opdracht van aflevering 2 heet vertellen en hierin moeten de kandidaten persoonlijke vragen beantwoorden. En deze antwoorden die moeten soms bij elkaar opgeteld worden. Dan moet er een foto gemaakt worden van het getal en dit nemen Nicky en Rick Paul voor hun rekening. Per goed antwoord kan er 150 euro verdiend worden en de kandidaten krijgen het maar voor elkaar om 2 goede antwoorden te geven. Dit levert dus 300 euro op voor de pot en 30 euro per kandidaat. De tweede opdracht, uitstralen, was een goede opdracht voor Follow the Money, want hier konden we zien wie er per kandidaat geld verdiende. Dit waren Evi die 225 euro verdiende, Merel die 250 euro verdiende, Rick Paul die maar 50 euro verdiende en Robert met 125 euro. In opdracht 3, wachtkamer, krijgen de kandidaten steeds een voorstel. Als je erop ingaat moet je de kamer verlaten, maar ja, dan weet je niet wat daarna komt. Je kan voor 250 euro gaan, 150 euro, voor 50 of voor een joker. En blijf je te lang zitten, dan gaat er 250 euro uit de pot. De eerste die opstaat is Niels voor 250 euro erbij in de pot. Jamie en Sarah volgen dit voorbeeld en gaan ook voor ieder 250 euro erbij. Merel die gaat voor een joker en Robert en Sinan volgen dit voorbeeld. Zij verdienen dus 0 euro voor de pot, maar krijgen dus wel een joker erbij. Kandidaten Evelien, Evi, Rick Paul en Nicky blijven zitten en zo gaat er dus voor ieder 250 euro uit de pot. Als we dan de balans opmaken na deze opdracht, dan zien we dat er 250 euro uit de pot gaat door deze opdracht. Aan het einde van de opdrachten van aflevering 2 blijkt Evi de eerste afvaller van het seizoen te zijn. Zij draagt 105 euro mee aan de pot en dat is natuurlijk mooi meegenomen voor de winnaar van dit jaar. En tot slot kijken we even naar de derde aflevering. Wat gebeurde daar nou precies omtrent het geld? In de eerste opdracht van aflevering 3 moeten de kandidaten 9 waslijnen in totaal vullen met was van de buurtbewoners. Alleen dat moet wel in de juiste kleuren gebeuren. Daarna mogen Evelien en Jamie gaan inschatten of het ze wel of niet lukt om meer of minder dan 4 lijnen vol te gooien. Nou, het lukt ze om al de 9 lijnen vol te gooien. Alleen ja, Evelien en Jamie maken de verkeerde inschatting, waardoor dus 0 euro voor de pot wordt verdiend. Omdat bij de opdracht stapelgek geen geld verdiend kon worden voor de pot, slaan we deze voor de Follow the Money video heel even over. En tot slot de laatste opdracht, dat was optreden. Hierin hadden de kandidaten van tevoren eerst de keuze of ze voor de 2500 euro wilden gaan. Dan moesten ze het binnen een half uur halen. Of voor 1500 euro, dan moesten ze het binnen 3 kwartier halen.
Er moesten wat buizen uit de muur worden getrokken, zodat blokstukken van punt A naar punt B gebracht konden worden. En bij punt B moesten ze weer opgebouwd worden. In een bakje boven in de hal kon het bedrag dus gepakt worden en binnen drie kwartier hebben ze het gehaald. Sterker nog, binnen een half uur, dus ze hadden ook voor €2500 kunnen gaan. Maar goed, €1500 erbij, dit deel je door 9 kandidaten. Tot slot nog heel eventjes een samenvatting van wat er nou allemaal gebeurd is. En zo zien we dus dat Evelien het minste geld in het laadje brengt. €46,66 volgens mijn berekeningen. En je weet het, sommige mensen die berekenen natuurlijk follow the money op een hele andere manier. Ik doe dat op deze manier. Maar goed, je mag altijd voorstellen natuurlijk achterlaten in de comments. Maar ja, hou er gewoon rekening mee dat ik het op deze manier uitreken. Ja, op dit moment Evelien dus het meest verdacht. Want zij heeft dus het minste geld in het laadje gebracht. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video van Follow the Money. Vond je de video leuk? Vergeet dan vooral niet even een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. We gaan richting de 15.000 abonnees. Het is gewoon insane wat er de laatste tijd gebeurt op mijn kanaal. De abonneesaantallen die vliegen gewoon omhoog. Heel leuk om te zien. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie je zondag bij een nieuwe Hints & Theorieën video.